2 september 1964 zien we in de nieuwe sloehaven de veerboot de Margriet. Nee, het schip is niet uit de koers geraakt. Aan boord een koninklijke lading op weg naar de Scheldepoort. Commissaris de Kazenbrood geeft uitleg over de grootse werken die ze hier in Zeeland aan het verrichten zijn. Directeur Hupkens van de Scheldewerf overhandigt de vorstin een blijvende herinnering in de vorm van een tegeltableau. Ze hopen op de komst van veel industrie in dit sloeggebied. Om die fabrieken van de nodige energie te kunnen voorzien, beginnen ze al snel met de bouw van een kolencentrale en een kerncentrale. Industriëlen uit de hele wereld worden benaderd om zich in Zeeland te vestigen. Op 25 oktober 1973 is deze kerncentrale klaar. Gelijktijdig zijn ze dan bezig met de bouw van een aluminiumfabriek. Pechiné heeft voor deze plek gekozen vanwege de ligging aan diep water. Gunstig voor de aan- en afvoer. Anders dan de tijdgeest doet vermoeden, laten de meeste Zeeuwen de komst van deze fabrieken gelaten over zich heen komen. Nou ja, ons ben oud. Hey, wat zullen we er dan verder nog van zeggen? Huh? Is niks aan te doen? Nee, maar nee, en te geloven niet hoor. Ze proten er zoveel over. Hé? Hey? Ja. Maar ja. Mevrouw, mag ik u eens vragen? Wat vindt u van die veranderingen hier overal in de buurt? Die industrie die er overal bij komt? Ja. Wat er nou van zeggen? Alles wat daarvan zei, het gaat toch duur. Maar ik ben zo verkoud, ik ga duur. Ja, dat is... Bent u ervoor of tegen? Ik ben de predikant hier. Ja, hoe moet ik me daar nou eens over uitdrukken? Men is hier op het ogenblik min of meer bang voor die luchtvervuiling, hè? Maar dat valt hier in Bos nog wel mee. En uit dat oogpunt bekeken vind ik het prachtig dat hier gewerkt wordt en dat er ook behoorlijk verdiend wordt. Hè? Wordt meer verdiend, veel meer verdiend dan op het land.